Wat is eigenlijk een taal en wat is een dialect? Is een landsgrens ook altijd een taalgrens? Waar zeggen ze eigenlijk allemaal zaterdag tegen zaterdag? Waardoor zijn er eigenlijk zoveel verschillen binnen het Nederlands? Dat zijn een paar van de vragen die aan de orde komen in dit videocollege met als onderwerp taalverscheidenheid. En taalverscheidenheid, dat gaat gewoon over de manier waarop sprekers van een en dezelfde taal toch van elkaar verschillen. Laten we simpel beginnen. Ik heb hier een kaartje voor je. En probeer nou eens op dat kaartje aan te geven waar jij denkt dat er woorden worden gebruikt die sprekend lijken op het woord zaterdag. Het mag ook zaterdag of zaterdag zijn, hè? Maar niet zonavond of samstag. Het moet iets zijn dat erg lijkt op zaterdag. Probeer dat maar eens aan te geven in het kaartje. Zet eventueel het filmpje even stil en teken dan eens in waar jij denkt dat er zoiets wordt gezegd als zaterdag. Mooi. Heb je een gebiedje ingekleurd waar je denkt dat ze zoiets zeggen als zaterdag? Zo niet, zet het filmpje dan nu even stop, want ik ga het je nu verraden. Hier komt-ie. Nou, dat verbaast je een beetje, denk ik, hè? Je had waarschijnlijk niet verwacht dat dat gebied ook nog zo'n eind in Duitsland zou doorlopen. Toch wordt in dat hele ingekleurde gebied op het kaartje zoiets gezegd als zaterdag of zaterdag of zaterdag. Nou, wat zeggen ze daarbuiten? In het zuiden is dat makkelijk, hè? Daar gebruiken ze vormen die lijken op samedi, hè? Op de Franse vorm. Een stukje naar het oosten gaat, flink stuk Duitsland in, dan beginnen ze vormen te gebruiken als zonavond, hè? Zonabend, of vormen als zamstag. En die zijn heel duidelijk anders. Dus wat we op ons kaartje zien, dat is een gebiedje, een afgebakend gebiedje, waarbinnen zaterdag wordt gebruikt. Nou, de grens van zo'n gebied waarbinnen een taalverschijnsel voorkomt, dat noemen we een isoglosse. Een isoglosse is een lijn die scheidt twee taalverschijnselen van elkaar. Die scheidt bijvoorbeeld zaterdag van samedi of zaterdag van zonavond. Hoe kan dat nou? Wij zijn gewend om te denken aan Nederlands als één geheel en om te denken aan Duits als één geheel. Maar als we nou kijken naar de dialecten die in Nederland en in Duitsland worden gesproken, dan zie je dat die staatsgrens tussen Nederland en Duitsland helemaal geen dialectgrens is. Die dialecten die lopen gewoon stukje bij beetje in elkaar over. En waar een woord nog wel of niet wordt gebruikt, is volledig onafhankelijk van waar toevallige politieke grenzen liggen. We noemen zo'n gebied waar het ene dialect stukje bij beetje in het andere overloopt, zonder dat er duidelijke grote grenzen zijn, zo'n gebied noemen we een dialectcontinuum. En je hebt in Europa een aantal grote dialectcontinuums. Zo vallen bijvoorbeeld Nederland en Vlaanderen en Luxemburg en Duitsland en Oostenrijk en een stukje van Zwitserland en nog een gebiedje. Die vormen met elkaar een groot Germaans dialectcontinuum. En op dezelfde manier heb je bijvoorbeeld een dialectcontinuum dat een groot deel van Zuid-Europa omvat, waar het Frans en het Catalaans en het Spaans en het Italiaans en het Occitaans en het Portugees bij horen. En je hebt een Slavisch continuum, waar bijvoorbeeld het Pools en het Tsjechisch en het Slovaaks en het Sorbisch en het Kroatisch en het Russisch en nog een heleboel Slavische talen bij horen. Nou, hoe weet ik dat nou? Hoe kom ik nou aan zulke informatie? Die haal je uit dialectatlassen. In dit geval, het geval van zaterdag, dat gehaald uit dit boekje. De DTV Atlas Deutsche Sprache. En als we dan kijken op pagina 186, dan kun je daar heel mooi zien waar precies zaterdagachtige woorden worden gebruikt. Nou, je hebt meer van die dialectatlassen. Dat is ook een hele mooie. De dialectatlas van het Nederlands van Nicoline van der Sijs vind je ook een heleboel dialectvariatie in die in Nederland voorkomt. Bijvoorbeeld de variatie die er bestaat als het gaat om de verleden tijd van vangen. Waar zeggen ze nou bijvoorbeeld ving en waar zeggen ze vong en waar zeggen ze vangde? Nou, dat kun je bijvoorbeeld allemaal vinden op pagina 242 van dit mooie boekje. En je hebt van het Meertens Instituut ook nog een hele mooie serie. Als je bijvoorbeeld wilt weten welke variatie er bestaat in zinsbouw binnen de Nederlandse dialecten, zou je kunnen kijken in de SANT, de syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. En dan kun je bijvoorbeeld hier zien op pagina 43, waar ze aan zinnen een extra woordje
doen toevoegen. Hè? Waar ze bijvoorbeeld zeggen, de kinderen doen hier niet voetballen. Hè? Nou, dat wordt vaak met Brabant geassocieerd en we zien op het kaartje inderdaad dat dat hoofdzakelijk in Brabant voorkomt. Nou, als je nou eens op dat kaartje kijkt naar de noordwestelijkste grens van dat zaterdaggebied, dan zie je dat er aan de westkant van Friesland een gebiedje is waar dat zaterdag niet wordt gebruikt. Daar zeggen ze voor zaterdag zeggen ze sneuwen. En daar ligt dus ook zo'n isoglosse, die zater die in dit geval scheidt van sneuwen. Maar nou is opvallend dat op dezelfde plaats waar die isoglosse ligt, ook nog een heleboel andere isoglossen liggen. Op diezelfde plaats ligt bijvoorbeeld het lijntje, de isoglosse, die tomme, voor duim, scheidt van toeme. En op dezelfde plaats ligt ook een gebiedje waar giel van geel wordt gescheiden. Doe twee woorden in het Fries voor geel. Nou, dat zien we wel vaker, dat een aantal isoglossen, soms zelfs een heleboel, op dezelfde plaats liggen. In dat geval dan hebben we het over een zogenaamde isoglossenbundel. En je ziet bijvoorbeeld in het zuiden van het Germaanse dialectcontinuum, dat is midden in België, op de grens van Wallonië en Vlaanderen, dat daar natuurlijk een hele dikke isoglossenbundel loopt. Want daar ligt de grenslijn tussen de Nederlandse en de Franse dialecten en die zijn natuurlijk heel erg verschillend van elkaar. Dus daar heb je een heleboel van die isoglossen. En het gekke is, op de politieke grens tussen Nederland en Duitsland liggen eigenlijk heel weinig isoglossen. Daar heb je niet zoveel van die isoglossenbundels. Dus zo'n taalgrens en zo'n politieke grens, die hebben soms heel weinig met elkaar te maken. We kunnen ons kaartje van zo net er wel weer even bij pakken. En dan ben ik heel benieuwd of jij kunt aangeven welke politieke grenzen, welke staatsgrenzen wel van die taalgrenzen zijn, waar wel een heleboel van die isoglossenbundels liggen. Waar je echt kunt zeggen, aan de ene kant van die grens praten ze heel anders dan aan de andere kant. Zet het filmpje maar weer even stil als je er even over wilt nadenken. Goed, als je het nog niet weet, zet het filmpje dan nu even stil, want ik ga het je verraden. Alleen deze twee kleine streepjes zijn staatsgrenzen die tegelijk ook van die taalgrenzen zijn, van die isoglossenbundels. Het uiterste zuiden van Nederland, Limburg, waar je direct het Franse taalgebied in rijdt. Je ziet dat wel als je via Maastricht naar België toe rijdt, dat je dan meteen bij de grens Franstalige borden krijgt. Dat is er één. En de andere, dat is de westgrens van het groothertogdom Luxemburg. En dat komt heel simpel doordat in de 19e eeuw na de Belgische opstand de toenmalige Belgische provincie Luxemburg in twee stukken is gehakt, waarbij het Franstalige stuk naar België ging en het Germaanstalige stuk naar Nederland. En dat laatste, dat is het huidige groothertogdom Luxemburg. Nou, als we nou twee dorpen pakken die vlak bij elkaar liggen, namelijk Nieuweschans, dat ligt in Oost-Groningen tegen de Nederlands-Duitse grens aan, en Boende, dat ligt een paar kilometer verderop, maar dan net in Oost-Friesland, in Duitsland. Ligt er nou tussen die twee dorpen een taalgrens? Nou, die vraag kun je op twee manieren beantwoorden. Je kunt aan de ene kant zeggen, ja, tuurlijk. Aan de ene kant spreken ze Nederlands, en aan de andere kant spreken ze Duits. En Nederlands en Duits zijn natuurlijk best duidelijk verschillend. Dus tuurlijk, je hebt een taalgrens. Kijk maar naar de borden, of kijk maar naar wat er op de menukaarten staat in de cafés. Heel duidelijk verschillend. Natuurlijk een goed antwoord. Maar je kunt even goed zeggen, nee, er is helemaal geen taalgrens. Want we zitten in een dialectcontinuum. Als we niet kijken naar die standaardtalen, maar naar de dialecten die in die dorpen worden gesproken, dus zijn die verschillen helemaal niet zo groot. Die mensen in Nieuweschans en Boende, die praten bijna hetzelfde dialect, zoals mensen in naburige dorpen eigenlijk overal bijna hetzelfde dialect spreken binnen zo'n continuum. Nou, dan komen we bij die eeuwige vraag of iets nou een taal of een dialect is en wat dan de eigenschappen zijn van het een en de eigenschappen zijn van het ander. En daarvoor moeten we eigenlijk eerst even een stukje terug in de geschiedenis. Want wat betekent dialect? Het woordje dialect is Grieks
En dat betekent gewoon plaatstaal. Dus een taal die in een bepaalde plaats wordt gesproken. En het gekke is, tot een paar honderd jaar geleden sprak iedereen alleen maar dialect. Je had alleen maar talen die in een bepaalde plaats werden gesproken. Ze leken wel net op de taal, het dialect van een dorp verderop. Iedereen woonde in zo'n dialectcontinuum, maar niemand sprak precies hetzelfde als jij. Dat is pas een paar honderd jaar geleden veranderd toen mensen standaardtalen gingen vormen. Dus dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord dialect. Gewoon een heel klein taaltje dat beperkt is tot een dorp, maar dat wel net lijkt op de taaltjes van naburige dorpen. Is dat vandaag de dag nou nog de enige betekenis van dat woord dialect? Nee. En dat kan ik je heel goed illustreren aan de hand van drie uitspraken die je vindt op de handout. Kijk maar eens even mee. Ich weiß, dass Niederländisch eine Sprache sein soll, aber für mich ist es ein deutscher Dialekt. Es klingt dumm, wie gebrochenes Deutsch, und es wird nicht viel gesprochen. Nou, wat deze Duitse spreker zegt, is dat hij het Nederlands helemaal geen taal vindt. Hij vindt het een dialect. Dus voor hem is dialect niet iets objectiefs, iets waarvan je kunt zeggen, dat spreken ze nou één keer in dat en dat dorp. Het is iets waarvan hij zegt, ik kijk er een beetje op neer. En vaak zeggen mensen van een taal waar ze op neerkijken, en die dan ook nog een beetje op hun eigen taal lijkt, en vaak minder sprekers heeft, dat het een dialect is. Dat doen Duitsers soms met het Nederlands. Nederlanders doen dat soms met het Fries. Friezen doen dat soms met het Beelds. Het is eigenlijk een manier om via woorden te laten merken dat je neerkijkt op de manier waarop iemand anders spreekt. Het is dus niet zo aardig. Dan gaan we naar de volgende uitspraak. Als West-Germaans dialect heeft het Nederlands de persoonsvorm in hoofdzinnen altijd als tweede zinsdeel. Dit is een zinnetje en dat zou zo kunnen komen uit een of ander historisch taalkundeboek. Want in de historische taalkunde, daar wordt het woord dialect vaak gebruikt voor iets wat ontstaan is uit iets anders. Zo is uit de taal Germaans bijvoorbeeld het Nederlands ontstaan, het Fries ontstaan, het Engels ontstaan, het Duits ontstaan, etc. En in de historische taalkunde wordt dan heel vaak gezegd, we noemen dat Nederlands en Fries en Duits en Engels, noemen we allemaal dialecten van dat Germaans. Nou, en dan gaan we naar de derde uitspraak. Toen Eupen na de Eerste Wereldoorlog van Duitsland overging naar België, spraken alle inwoners dialect. Ze besloten het Hoogduits als officiële taal te blijven gebruiken, in plaats van de Nederlandse of Franse standaardtaal voor officieel gebruik te kiezen. Daardoor had België van twee ineens drie officiële talen. Nou, we zien hier opnieuw dat het woordje dialect wordt gebruikt voor iets heel plaatselijks. In dit geval de manier waarop de mensen spraken in Eupen in Oost-België, dat inderdaad na de Eerste Wereldoorlog van Duitsland is overgegaan naar België toe. België had toen twee officiële talen, het Nederlands en het Frans. Het gekke is alleen dat dat dialect van Eupen, dat zou je met evenveel recht een Nederlands als een Duits dialect kunnen noemen. Of je zou het ook Limburgs kunnen noemen, dus maar net wat voor label je erop wilt plakken. Alleen die mensen in Eupen, die kwamen natuurlijk uit Duitsland, dus die waren gewend om in officiële situaties het standaard Duits te gebruiken. Dus die bleven hun dialect als Duits beschouwen. Had helemaal niet gehoeven. De dialecten van een paar kilometer verderop lijken er net op, maar die noemen we Nederlands of Limburgs. En mensen zijn vaak gewend om te zeggen, iets is een dialect van iets anders. En dat is dus in dit geval een beetje onduidelijk. Het is op een gegeven moment maar net of je kiest voor de ene standaardtaal, de Duitse in dit geval, of voor de andere, bijvoorbeeld de Nederlandse. Nou, nog een uitspraak. Als iemand bijvoorbeeld zegt, het Fries bestaat uit vier grote dialecten, wat betekent dan het woordje dialect? In dat geval, dan zeggen we dat er door, in dit geval het Friese taalgebied, een aantal isoglossenbundels lopen die het mogelijk maken om dat hele Fries in vier groepjes te verdelen. Dat wil niet zeggen dat ze in elk van die vier groepjes precies hetzelfde praten. Ook daarbinnen verschilt het Fries van dorp tot dorp. Maar je zegt wel dat er binnen zo'n gebiedje opvallende overeenkomsten zijn en dat er ook opvallende verschillen zijn met die andere gebiedjes. In dit geval betekent dialect dus geheel van op elkaar lijkende
dorpstalen in een bepaald gebied, oftewel hè, de manier waarop binnen een bepaald gebied wordt gesproken. Nou, zo zie je dat die woorden taal en dialect vaak op hele verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van iemands achtergrond of persoonlijke voorkeuren. En dat het dus eigenlijk niet zo heel veel zin heeft om te discussiëren over of iets nou wel of niet een taal of wel of niet een dialect is. Hè? Want uiteindelijk blijkt dat vaak gewoon te berusten op een verschil van definitie. De ene persoon definieert dialect zus, een taal zus. En de andere persoon definieert die woorden op net een iets andere manier. Nou, om van dit eeuwige gezeur af te zijn, hebben taalkundigen de term variëteit geïntroduceerd. Alle systemen die mensen gebruiken met elkaar te praten, noemen ze variëteit. Zo kun je zeggen, het Nederlands is een variëteit, maar je kunt ook zeggen, het Oost-Nederlands is een variëteit. Of je kunt zeggen, dat wat ze praten in Enschede is een variëteit. En dan heb je niet steeds die ingewikkelde discussie over, is het nou een taal of een dialect? Dan gaan we over naar een volgende term, en dat is de term lingua franca. Een lingua franca, dat is een variëteit die in een bepaalde situatie of in een bepaald gebied wordt gebruikt om te communiceren. Ook door mensen die gewend zijn om eigenlijk een andere variëteit te gebruiken. Om die term eens te illustreren, welke taal gebruiken nou sprekers van verschillende dialecten en streektalen in Nederland en Vlaanderen als lingua franca? Wat is de taal waarin bijvoorbeeld een Groninger en een Limburger en een in Nederland wonende Duitser en een in Nederland wonende Turk met elkaar communiceren? Heel simpel natuurlijk, hè? Het Nederlands. Het Nederlands is in dat Nederlandse taalgebied de lingua franca. Is dat altijd zo? Nou nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Je kunt je heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld in een Fries dorp het Fries de lingua franca is en dat ook van nieuwkomers wordt verwacht dat ze die taal gaan gebruiken. Je ziet in het hoger onderwijs soms, in de universiteiten en hogescholen, dat tijdens colleges het Engels als lingua franca wordt gebruikt. Dus zo kun je ook binnen zo'n gebied, kun je nog weer voor bepaalde situaties aparte lingua franca's hebben. Je hebt ook internationale lingua franca's. Vandaag de dag zullen een Chinees en een Nederlander en een Pool die met elkaar praten dat vaak in het Engels doen. Het Engels is een belangrijke, de belangrijkste lingua franca geworden. In de 19e eeuw had het Frans die positie. En in het hoger onderwijs, in de universiteit, heeft het Latijn heel lang die positie gehad. In Zuid-Amerika is de lingua franca vaak het Spaans. In Oost-Europa hebben het Russisch en het Duits heel lang die functie van een lingua franca gehad. En in de voormalige Sovjet-Unie was dat het Russisch. Nou, dan hebben we het tot nu toe vooral gehad over dialecten, over regionale variatie. Maar er zijn veel meer factoren die bepalen hoe wij praten. Zo zouden we kunnen zeggen dat mensen niet alleen dialecten spreken, maar ook sociolecten. Wat zijn dat nou weer? Nou, een sociolect, dat is de taal van een bepaalde sociale klasse. Bijvoorbeeld hoogopgeleide en laagopgeleide. Valt dat in Nederland niet eens zo heel erg op. Hè? Hier zijn de klassenverschillen niet zo groot. Maar in Engeland kunnen mensen direct aan elkaar spraak horen. Of iemand hoort bij bijvoorbeeld een rijke familie waarvan de kinderen op een dure kostschool zijn geweest. Of dat je te maken hebt met iemand die uit een arbeidersgezin in een van de grote steden komt. Dat zijn dialecten en sociolecten, maar we hebben nog veel meer van dit soort lecten. Ik noem er een paar. We hebben bijvoorbeeld ook etnolecten. Dat zijn talen of manier van spreken, variëteiten van een bepaalde etnische groep. Zo zou je kunnen zeggen dat de Friezen in Nederland, als ze Nederlands spreken, dat op hun eigen manier doen, op hun eigen Friese manier. En je zou kunnen zeggen dat de Indonesiërs in Nederland op hun eigen manier Nederlands spreken. En hetzelfde zou je kunnen zeggen over bijvoorbeeld de Surinamers. Dus al die groepen, die etnische groepen, die hebben hun eigen manier om Nederlands te spreken. Die spreken allemaal binnen dat Nederlands hun eigen etnolect. Dan hebben we ook nog het genderlect. Nou, ook dat is in Nederland niet zo heel erg opvallend. Want een genderlect, dat is de manier waarop of mannen of vrouwen een taal spreken, een variëteit spreken. We hebben in het Nederlands wel een paar woorden waarvan je kunt zeggen, nou, die zijn wat genderlectig. Ik denk niet dat je snel een man tegenkomt die, als hij iets waardeert, zegt dat het enig is.
De studenten die hebben ook wel eens gezegd dat om je vrienden als kameraad aan te duiden, moet je toch wel echt een man zijn. Dat zeggen vrouwen niet. Dus er zit wel iets genderlectigs in, maar je ziet wel de verschillen tussen man en vrouw zijn in Nederland niet zo groot. En daardoor heb je, net als bij sociolecten, daar geen heel opvallende verschillen. Nou, dan hebben we ook nog de regiolecten. Het verschil tussen dialect en regiolect is niet altijd heel duidelijk, maar je zou kunnen zeggen dat de manier waarop een taal in een bepaalde, wat grotere streek wordt gesproken, dat we die een regiolect noemen. Zo spreken de mensen die standaard Nederlands spreken voor hun gevoel in het zuiden van het taalgebied toch een beetje anders dan in het noorden. Nou, op die manier kan er zelfs binnen een standaardtaal, als het standaard Nederlands, kan er een heleboel variatie ontstaan. En soms krijgt een deel van die variatie ook een naam. Ik geef je twee voorbeelden. Neem bijvoorbeeld het Polder-Nederlands. Het Polder-Nederlands, dat is een nieuwe variëteit binnen het Nederlands, die onder andere opvalt doordat de ei-klank vervangen wordt door een ai-klank. Dat kenden we al uit bepaalde dialecten. Maar het gebeurt nu ook bij jonge, vaak vrouwelijke sprekers van het Nederlands, vaak hoogopgeleide sprekers, die opvallen door zo'n ai-klank. Dat Polder-Nederlands is beschreven door de taalkundige Jan Stroop en is een opvallende vernieuwing in dat Nederlands. Het Polder-Nederlands noem ik een soort variant van het ABN, maar dan een beetje een slordige variant van het ABN. En die is vooral opmerkelijk goed te horen aan de diftong ei. Die is op weg om een ei te worden. Gewoon de figuurlijke dood van de monarchie van alle leiders in de hele wereld eigenlijk. Dat drijft mij gewoon. En zo gauw die ei in de richting van de ei gaat, heeft de e gelegenheid om in de richting van de ei te gaan. En dat hoor je ook bij mannen en vrouwen die extreem Polder-Nederlands spreken, hoor je dat ook al gebeuren. Een ander voorbeeld is het zogenaamde Noorderlands. Dat is de manier waarop in de noordelijke provincies, Friesland, Groningen, misschien Drenthe er nog bij, het standaard Nederlands wordt gesproken. Dus niet het eigen dialect, niet het Fries, het Gronings, het Drents, maar het Nederlands. Ook dat Nederlands heeft bepaalde eigen kenmerken. En een daarvan is dat zo'n oude zwarte damesfiets, dat die daar wordt aangeduid als een weduwe. En in de rest van het taalgebied hebben ze het dan vaak over een omafiets of een opoefiets. In het Noorderland je neefje hebt doodgeslagen, is dat helemaal niet erg, want dan heb je een mug doodgeslagen. Dus een neefje is een mug. Pakje dragen, dat is een bagage dragen. Dat noemen wij in het Noorden pakje dragen. Taal verschilt natuurlijk ook per leeftijdsgroep. Je zou kunnen zeggen dat je zoiets zou hebben als een ouderenlect of een juniorlect of iets dergelijks. Nou, die termen die worden niet gebruikt, maar we hebben het bijvoorbeeld wel over jongerentaal. Hè? En we weten denk ik allemaal wel dat jongeren vaak hun eigen manier van spreken hebben die wat afwijkt van de manier waarop wat oudere sprekers spreken. Soms nemen jongeren hun jongerentaal mee als ze ouder worden en dan is het geen jongerentaal meer. Soms houden ze ook op met het gebruik van typische jongerentaal en gaan ze, zodra ze een baan hebben, over op wat algemener taalgebruik. Dat weet je nooit helemaal van tevoren. Nou, om wat vertrouwd te raken met de taalverscheidenheid dicht in de buurt hier in Friesland door de eeuwen heen, kijken we nog eens even naar de handout. En dan zie je daar als eerste de vraag staan bij vraag 7. Noem eens zoveel mogelijk dialecten van het Fries. Nou, dan kun je alle dorpen opnoemen in Friesland. Maar je kunt ook op een gegeven moment zeggen, nou, ik verdeel die dialecten in een aantal groepjes. En traditioneel delen we de dialecten van het Fries op in 4 grote groepen. Namelijk het Kleifries, het Woudfries, het Zuidwesthoeks en het Noordoosthoeks. Nou, welke talen en dialecten worden er in Friesland vanouds gesproken? Je kunt natuurlijk deze dialecten pakken. Je kunt eventueel nog een paar kleine Friese dialecten pakken, zoals het Hinderlopers of het Westerschellings. Maar naast het Fries wordt er vanouds in Friesland natuurlijk ook wat anders gesproken. Bijvoorbeeld in het noordwesten, in de gemeente Het Bilt, het Bilts. En dat Bilts,
dat is van oorsprong, is dat Hollands dialect, vooral Zuid-Hollands dialect. Dat beeld dat is in de 16e eeuw ingepolderd. Dat hebben die Friezen niet zelf gedaan. Die hebben daar gastarbeiders voor ingehuurd en die kwamen hoofdzakelijk uit Zuid-Holland. Die zijn daarna dat inpolderen blijven hangen. Die hebben hun eigen dialect meegenomen en dat hedendaagse beeld is daar een voortzetting van. In het zuidoosten van Friesland, tegen Drenthe aan, heb je het zogenaamde Stellingwerfs. Nou, dat Stellingwerfs dat zou je ook Drents kunnen noemen als het niet in Friesland lag. In het oosten van Friesland, achter Kolm, daar heb je nog het Kolmerpoms. En dat lijkt juist weer veel op het Gronings. Hè? Is eigenlijk ook Gronings. Dan in de Friese steden. In de meeste Friese steden wordt al heel lang geen Fries meer gesproken. Wat wel? Nou, iets wat we Stadsfries noemen. Maar als je dat nou met het Fries gaat vergelijken, dan zijn de verschillen opvallend. Terwijl als je het gaat vergelijken met Hollandse dialecten, de verschillen juist vrij klein zijn. Het is van ouds dan ook een Hollands dialect. Dat in de 16e eeuw is overgenomen vanuit Holland. Waarschijnlijk doordat er veel Hollandse bestuursambtenaren in die Friese steden zaten. De Friezen die daar in die steden woonden, die hebben het ook overgenomen, want het had status. Dus ook dat is geen Fries. Dan het standaard Nederlands. Dat speelt natuurlijk al heel lang een rol als schrijftaal, als taal van school, als taal van de kerk. Alleen als spreektaal is het pas wat recenter een rol gaan spelen. Hoofdzakelijk in de 20e eeuw. Nou, welke talen en dialecten zijn er in de laatste 50 jaar in Friesland bijgekomen? Dan kun je denken aan immigrantentalen. Bijvoorbeeld Duits in Lemmer. Het Turks en Arabisch. In de immigrantenbuurten, bijvoorbeeld in Leeuwarden en in Heerenveen. Je kunt denken aan de Indonesische talen, bijvoorbeeld het Molukse en het Maleis, die zijn meegenomen door Indonesiërs die naar Friesland zijn getrokken. Je kunt denken aan een taal als het Engels, die tegenwoordig in Leeuwarden wordt gebruikt in het hoger onderwijs. Je kunt denken aan het Chinees, door de vele Chinese studenten die tegenwoordig in Leeuwarden rondlopen. Dus er zijn een heleboel talen bijgekomen in dat gebied. Nou, weet je wat de rol van het Nederlands in Friesland was in 1500, 1900 en 1950? Dus eerst maar eens 1500. Nou, toen speelde dat Nederlands eigenlijk nog nauwelijks een rol in Friesland. Dat begon pas na 1500, nadat Albrecht van Saxe in 1498 Friesland had gekregen. En daar bestuursambtenaren begon te installeren in die steden. Toen pas begon die taal een rol van betekenis te spelen. Nou, in 1900 was het Nederlands een belangrijke schrijftaal in Friesland geworden. En we hebben al gezegd, als spreektaal speelt het hier en daar een rol. In de kerk en in het openbaar bestuur en op school. Maar als spreektaal had het eigenlijk nog nauwelijks een rol. Of je moet dat Stadsfries en dat beelds Nederlands noemen, dat kan natuurlijk ook. En in 1950 was die situatie nog niet eens zo heel erg veranderd. Dat begon pas in de jaren 60, toen dankzij massamedia en toegenomen mobiliteit en verhuizing van niet-Friezen naar Friesland, dat Nederlands ook in de dorpen opkwam als spreektaal. Nou, dan zakken we een stukje af naar het zuiden en dan gaan we naar Vlaanderen toe. En dan is de vraag, wat was de rol van het Nederlands in Vlaanderen in 1800 en in 1900? Nou, dan kun je als eerste afvragen, wat bedoelen we precies met Nederlands? Nemen we de Vlaamse dialecten daarin mee of kijken we alleen naar het standaard Nederlands? Als we de dialecten meenemen, dan kunnen we zeggen dat rond 1800 die dialecten de algemene spreektaal waren. Er werd natuurlijk ook wel in het Nederlands geschreven, maar in de hogere functies speelde toch vooral het Frans een hele grote rol. In 1900 was dat veranderd. Tijdens de 19e eeuw begonnen die Vlamingen massaal het Nederlands, het standaard Nederlands, als hogere variant van hun dialecten aan te nemen. En was er een Vlaamse beweging ontstaan die probeerde dat standaard Nederlands de plaats te geven die voorheen voor een groot deel het Frans had gehad. Nou, het Nederlands heeft niet alleen in Europa een rol gespeeld, maar ook bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Nou is het gek, hè? Tot 1983 was het Nederlands een van de officiële talen van Zuid-Afrika. In 1983 is die taal daar uit de grondwet geschrapt. Het was niet langer een officiële taal. Waarom was dat nou? Nou, dat was helemaal niet omdat ze iets tegen het Nederlands hadden. Alleen dat Nederlands in Zuid-Afrika, dat heeft zich natuurlijk in de loop van de eeuwen steeds verder ontwikkeld. En dat heeft een eigen ontwikkeling meegemaakt, los van die in Europa.
Dat Nederlands in Zuid-Afrika, dat werd al vaak Afrikaans genoemd. En dat is ook de enige term die in officieel gebruik vanaf 1983 wordt toegepast. Mensen hadden het idee dat wat zij daar spraken, dat Afrikaans, dat dat niet langer Nederlands was. Dat dat een andere taal was geworden dan het Nederlands van Europa. Dus wat ooit één taal was, het Nederlands, heeft zich opgesplitst in twee nieuwe, het Nederlands en het Afrikaans. Nou, en dan misschien een verrassing. Er is één land en daar worden wel Nederlandse dialecten gesproken. En die hebben daar ook een officiële status. Maar het standaard Nederlands heeft daar geen officiële status en wordt er ook zo goed als niet gesproken. Welk land zou dat zijn? Dat is Frankrijk. In het uiterste noordwesten van Frankrijk, op het platteland bij Duinkerke, tegen West-Vlaanderen aan, daar spreken de mensen van ouds Vlaams dialect. Die streek die heet ook Frans-Vlaanderen. Er zijn nog steeds enkele tienduizenden mensen die daar dat Vlaamse dialect gebruiken. Maar in alle formele situaties en op het moment dat ze moeten schrijven, wijken ze niet uit naar het standaard Nederlands, maar dan gebruiken ze het Frans. En Frankrijk moet er ook niet zoveel van hebben dat dat Nederlands wordt erkend, hè? Dus dat wordt ook met opzet altijd Vlaams genoemd. West-Vlaams of Frans-Vlaams of Vlaams dialect. Hè? Om mensen maar niet het idee te geven dat er in Frankrijk een andere taal wordt gesproken dan Frans. Nou, tot zover het college over taalvariatie. In het volgende college dan gaan we niet kijken naar wat er synchroon, dus op een bepaald moment, aan variatie bestaat. Maar dan gaan we diachroon kijken, dus in de tijd. Dan gaan we kijken naar een stukje taalgeschiedenis, hoe taal, en dan met name het Nederlands, zich ontwikkelt in de loop van de tijd.